Goedendag dames en heren, jongens en meisjes. Ik had beloofd dat ik vandaag een stokbrood gezond ga maken. Nou, dat gaan we ook doen. Wat hebben we daar eigenlijk allemaal voor nodig? Ik had al gezegd binnen de 5 euro, maar dat is het eigenlijk ook wel als je de producten per plakje of per dingetje gaat berekenen. Maar u weet zelf ook wel, kijk, een komkommer en een winterpeen, dat kun je wel loskopen. En misschien een tomaat ook nog wel. Maar net als ham, kaas, ja, die moet je per vakje kopen. Daar kan ik in principe niet zo heel erg veel aan veranderen. Maar verder, wat hebben we eigenlijk allemaal nodig voor een broodje gezond? Althans, een stokbrood gezond. Uiteraard, de stokbrood. Heel bijzonder om die te hebben. Eieren, die heb ik al gepeld en gekookt. Dus ik heb zoete uien gepakt. Dat wil niet zeggen dat ze naar suiker smaken, maar ze zijn minder scherp. Ik heb ook sla gepakt, alleen ik heb een ander soort sla gepakt. Je kunt natuurlijk zelf sla erop doen die je wil. Je kan ook ijsberg of gewone sla. Ik heb rucola gepakt. Die kost toevallig nou een euro, een zak. En wat niet opkomt, dat eten wij vanavond bij de televisie op. Achterham. Kaas. Een barcode komkommer. Oh, ook een barcode winterpeen. Tomaat. Nou, de rucola die heb ik al gewassen. En verder hebben we nog nodig aan materialen een groot mes, een schilmesje, een aardappelschilmesje, een dun schillen noemen ze dat geloof ik, en een gewoon aardappelschilmes, een eiersnijer, ik zal hem even laten zien, en een rasp. En natuurlijk een snijplank. Dat is wel fijn als je die hebt. Nou, dan gaan we eerst even alle producten gaan we even, omdat mijn tafel niet zo heel groot is, heb ik even de vuilnisbak, maar daar leg ik een schone handdoek op. Anders heb je zo weinig ruimte en dan kan ik ook niet zo heel erg veel meer. Nou, we gaan dus eerst eens beginnen met de komkommer, denk ik, in plakjes te maken. We zullen even de sticker er even afhalen. Hier staat nog precies op wat hij gekost heeft. Om precies te zijn, 95 cent, je mag het gerust weten. Deze was toevallig, ik vond de komkommers best wel duur, maar goed. Nou, die gaan we dan eerst eventjes zo snijden. Even pellen. Even ontdoen van zijn jasje. Ja. Ik hoop dat hij een beetje tegen de kou kan. Maar nou, hij is zelf ook koud, dus... Oké. Normaal zit ik niet. Maar ik ben door mijn knie heen gegaan, een beetje erg. En vandaar dat ik nu wel dat probleem heb. Dat ik even moeilijk kan staan, loop ik allemaal wankel. Ja, dat schiet ook niet echt op. Even kontje eraf. En ik pak in je rasp. Dan hoop ik dat het werkt. Je zult wel zien dat het bij mij dan weer niet werkt. Wat ook lekker is, is even de komkommer even in de azijn te leggen. En dan krijg je toch een beetje, ja, een lekker smaakje, zeg maar, aan de komkommer. Dat is een tip. Je hoeft het niet te doen natuurlijk, maar... Nou, komkommer vasthouden is ook niet mijn sterke kant. Oh. Oké. Okay. Ah joh, maar dan kom ik de wereld wel weer rond hoor. Ik moet even een schaaltje pakken. Dat ben ik dus vergeten. Een schaaltje. Ja. Zo. Ik heb 3 schaaltjes gepakt omdat ik ook nog tomaat heb. Oh, en ik had er beter 4 kunnen pakken. Ik ben nader in zien, maar oké.
Ik heb de handen trouwens wel gewassen. Dat doe je altijd even, voordat je aan welke eten je ook begint, even je handen wassen. Dat is gewoon voor de hygiëne. Nou, hebben we hier een winterpeen. Oh, dat zul je net zien. Die wil niet. Dat is niet heel erg, want je moet hem toch schillen, dus... Kijk, en dan haal je de sticker er ook af. Behalve als je natuurlijk op je, aan je schilmes gaat zitten, dan heb je er niet zo heel erg van. Wat wel is, is je hebt niet alle peen nodig. Je hebt maar een, denk ik, de helft ongeveer nodig. Het is maar een versiersel. Maar het is wel lekker om het mee te eten, want het is ook verfrissend. En goed voor je ogen, zeggen ze. Want ja, dan krijg je weer die stomme grap, weet je wel. Waarom konijnen altijd geen bril dragen? Maar goed. Een versiersel. Dus we gaan nou eventjes raspen. Er zijn veel mensen die hebben een keukenmachine daarvoor. Die heb ik ook. Maar ik wil laten zien dat ik het ook zo kan. Ja, is iets meer werk. Maar dan heb je iets. Ja. De rest van de wortel die komt ook wel weer op. Oké. Dan gaan we een uitje doen. Ik wou net zeggen. Dan gaat dat weer net niet lukken. Ui is makkelijk te pellen. De mensen doen er heel moeilijk over. Hoeft ook helemaal niet. Oh, sorry. Ik werd er even op gewezen dat... De cameravrouw, mijn dochter, Dorothy Jane. Even dat ik dat ding weg moest halen, omdat jullie anders niet konden zien wat ik aan het doen was. Mijn dank daarvoor. Nou kun je een ui, kun je raspen. Ik zou het zelf niet doen. Omdat je dan de spetters waarschijnlijk in je ogen gaat krijgen. Ook al heb je een bril, net als ik. Maar dat, nee. Niet doen. Eventjes. Je hoeft niet bang te zijn voor besmettingen. Dat is voornamelijk met vlees en vis. Ik hou een beetje van grove ui. Waarom? Ja, weet ik niet. Ik vind ui verschrikkelijk lekker. Moet ik even bijzeggen. De meeste mensen eten s'avonds meestal wel een beetje een pindaatje of een, trouwens ook heel erg gezond, of een ander nootje of chips. Wij eten ui s'avonds bij de televisie. Erg lekker. Dan even de tomaat. Dit is een vleestomaat. Lekkere grote. Ja, zoals ik al zei, ik hou van grof. Van grof, grof snijden. Ik weet niet dat. Het is gewoon lekker. Oké. Hou alleen op de ei, maar die doen we zometeen wel. Dat is de finishing touch. Oké. Dit zullen we daar even allemaal weer netjes opruimen. Nou, de stokbrood. We hebben voor gekozen voor een bruine. Een bruin stokbrood. Lekker. Ik hou van bruin brood. Ik had hem al gesneden. Ik ben niet zo goed in snijden. Geloof me, neem het maar gewoon van me aan. Zo, nou, dan gaan we dan eens even de nodige dingen opleggen. We pakken een plakje ham. Nou is de ham best wel groot.
Dus ik zit eigenlijk te denken of het mogelijk is om hem te snijden zo. Kijk. Ja, dat gaat, gaat bij mij natuurlijk weer niet. Zul je altijd zien. Camera erbij, dan lukt het weer niet. Dat is altijd. Maar als je zegt van nou, ik vind het wel lekker, een grote plak erop, ik hou je niet tegen. Het is erg lekker, ham. En erg gezond. Het is in ieder geval mager vlees. Zo. Een beetje lekker goed beleggen. Oh. Dan blijf liggen, jongens. Maar ik zou er niet al te veel op leggen, want anders krijg je het probleem van, dan krijg je dus dat de ham of kaas, of wat je er meer op legt, overheersend gaat worden. Dan denk je van, oh, lekker. Dat was ook broodje ham. Ja, oké, okay, dat kan natuurlijk. Hier. De kaas. En onze katmout weer eens een keer. Ja, die. Ik denk dat ze ook een stokbroodje wil. Ja. Kaas doen we ook even lekker zo. En kaas zal ik wel uitkijken, want kaas is wel heel erg overheersend. Ligt er natuurlijk aan wat voor kaas je pakt. Dit is nou toevallig jonge kaas. Ik zelf vind oude kaas lekkerder, maar niet echt op een stokbroodje. Niet als gezond stokbroodje. Oké. Okay. Nou, nou ligt de ham en de kaas liggen erop. Ik heb expres geen boter erop gedaan, want boter is namelijk weer niet goed voor je. Je kan er natuurlijk wel boter op doen als je dat zegt van ja. Maar je moet er wel rekening houden. Kijk, er komen natuurlijk nog dingen op te liggen die nat zijn, net als de rucola en de tomaat en de komkommer. Dus, nou, dat geeft al genoeg vocht. Oeh. Allemaal magisch, ze zijn ook best wel groot. Hij wil niet. Zie je al te zien, camera erbij, werkt het niet. Dat is altijd bij mij. Standaard bij mij. Ik hoop dat de andere recepten wel lekker waren. Ik hoop dat u ze heeft uitgeprobeerd. Ja. Ik zag dat op YouTube konden geen berichten achtergelaten worden om de een of andere reden. Ik heb geen idee waarom. We hebben er naar gekeken, maar wij komen er zelf niet echt uit. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, wij zijn ook geen echte YouTubers daarin. Doen verder nu wat komkommertje eroverheen. Kunnen ze veel op doen als je wil. Of zo weinig als je wil. Maar net wat je wil. Een lekker maaltijdje voor de avond. Voor lekker in de zomer. Lekker warm is en je hebt geen zin om te koken. Dan is dit ideaal. Zo. Ik kijk niet op een komkommertje. Die andere komkommers die overblijven, zult u denken van, ja, wat ga je daar dan mee doen eigenlijk? Nou, heel simpel. Die leg ik daar in de azijn. En dan vanavond gaan we dat gewoon gebruiken voor het eten. Dus dan wordt hier niks weggegooid. Men pakt 1 ei. Eventjes snijden. Dan weet ik dat die andere mensen dat heel keurig kunnen dit. Ik het natuurlijk weer niet. Zullen we het zien. Ik ben niet zo. Ik weet dat het gewoon alleen lekker is. En ik weet hoe ik het ongeveer moet maken. En daar heb je het dan eigenlijk wel een beetje mee gehad. Oh. Nou, dan krijgen we de, zeg maar, de finishing touch. Bijna. Nee, ik zal eerst even uitdoen. Maar ik ben bang dat dat er niet meer op past.
Ik heb gewoon te veel erop geteld. Mijn fout. Ui is nooit weg, ui kun je overal voor gebruiken. Zo, een beetje rucola. Erg lekker, rucola. Beetje, ja, een beetje pittiger dan, dan gewone sla eigenlijk. Zo moet je het een beetje zien. Dan weet u in ieder geval wat wij vanavond eten. Dus het is echt verschrikkelijk lekker. Je kunt er zelf opgooien eigenlijk op een gezond broodje wat je wilt. Dat laat ik helemaal aan u over. Kijk. En dan heb je een lekker stokbroodje gezond. Goed gevuld. Erg lekker. En erg gezond. Er komt geen mayo of wat dan ook aan te pas. Dat was ook niet de bedoeling, want anders ga ik geen gezonde dingen maken voor weinig geld. Verder is mij dan nog te zeggen dat we volgende week waarschijnlijk een slaatje gaan maken. Een slaatje zul je denken, ja, niet echt gezond. Nee, klopt. Het is niet echt gezond, maar wij laten wel de mayo en alles eruit. En je zult ook wel zien hoe we dat gaan doen. In ieder geval zou ik zeggen, tot de volgende keer weer. Bedankt.